Als ondernemer verstuur je vast wel een keer periodieke facturen die over een bepaalde periode gaan. Dan is het handig om op de factuur ook aan te geven over welke periode dat gaat. Hiervoor kun je gebruik maken van datumtags. In deze video ga ik je laten zien hoe dat werkt. Een datumtag is een stukje code waarmee je variabele informatie kunt toevoegen aan je teksten. Datumtags kunnen alleen gebruikt worden op periodieke facturen en niet op normale facturen. Ook kun je ze alleen gebruiken op de factuurregel. Ik ga je laten zien hoe je datumtags kunt gebruiken. Via facturen, periodieke facturen, periodieke factuur toevoegen, maak ik een nieuwe periodieke factuur aan. Net als bij een normale factuur selecteer je het contact en klik je op plus factuurregels. Je vult de factuurregels in. Per factuurregel kun je datumtags gebruiken. Verkoop je iets maandelijks, dan kun je de tag date month gebruiken. Dat ga ik even laten zien. Verkoop je iets maandelijks, maar wordt het vooruit betaald, dan kun je hiervoor de tag date month plus one gebruiken. Dat ga ik je ook even laten zien. Als ik nu op opslaan klik, kun je direct het voorbeeld zien. In de eerste factuurregel zie je dat de periode deze maand is. In de tweede factuurregel is de periode de volgende maand. Ik zal even de datum van de eerstvolgende factuur aanpassen naar de volgende maand. Dan zie je direct wat er met de periode op de factuur gebeurt. Ik verstuur de eerste factuur op 30 augustus en sla deze op. En je ziet op de eerste factuurregel de maand veranderen naar augustus en op de tweede factuurregel de maand veranderen naar september. Naast een tag voor maand kun je natuurlijk ook een tag voor andere periodes gebruiken, zoals jaar of week. Ik zal je dit ook even laten zien. Hier wil ik bijvoorbeeld het jaar 2021 op mijn factuur hebben. Dit kun je typen, maar dit kun je ook met een tag doen. Omdat het nu 2019 is, doe ik date year plus 2. Als ik het weeknummer van de factuurdatum op de factuur wil, dan zet ik er date week op. Dat zal ik ook even doen. Je ziet dat bij het jaartal 2021 wordt weergegeven en bij het weeknummer nummer 35. Zoals gezegd rekent Moneybird altijd vanaf de factuurdatum. Als ik nu de factuurdatum terugzet naar morgen, dan zie je dat het weeknummer ook verandert naar het weeknummer van deze week. En ook de maanden zijn weer aangepast naar deze maand en volgende maand. Je ziet dus altijd een voorbeeld van de volgende factuur die verstuurd gaat worden. Zo kun je het eenvoudig even proberen. Nog even goed om te weten. Wanneer je gebruik maakt van datumtags, heeft het geen consequenties in de rapporten. De omzet wordt dus niet verdeeld over de geselecteerde periode. Je kunt de periode op facturen ook aangeven met de periodeselector. Als je gebruik maakt van de periodeselector, wordt deze omzet wel verdeeld over de gekozen periode. Mocht je hier meer over willen weten, bekijk dan de video over de periodeselector. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat duidelijk is geworden hoe datumtags werken in Moneybird. Heb je hier nog vragen over of heb je misschien andere vragen, dan kun je contact opnemen met onze supportafdeling. Zij zijn te bereiken via support@moneybird.com.